Het is 15 november en het lijkt een prachtige dag en dat is het ook. Maar de voorafgaande nacht was toch een heel ander verhaal. In ieder geval spoelde al het zout heerlijk van de boot af. En lagen wij voor anker op de keiharde zandgrond van de Wierschuur. De Wierschuur die kan u wellicht zien als wij rustig richting Oosterend pennen. En daar de andere Draskombes zien. Eens even kijken of we er nog in kunnen zoomen. Oh ja. Dat is de vermalen Dede Wierschuur waar er zich in voor- en na-seizoen, maar voornamelijk tijdens het hoogseizoen, de vermalen Dede surfmeisjes ophouden. Jammer. Het moest gezegd worden. En wij hebben daar gekeken of we iets aan konden treffen, maar het was te laat in het seizoen. Dus vannacht was alles uitgestorven. Op het ene welbekende spaarlampje. Na wat altijd een duidelijke richting geeft bij nachtelijk aanlopen. En een nachtelijke aanloop was het. Want hoewel het hier zo ontzettend lieflijk er nu uitziet, kregen we toch een soort vlaag over ons heen. Terwijl we dachten van nou, dit was het. We gaan hier rustig dranken. Terwijl alle zeilen nog op stonden, kwam er opeens een vlaag van, nou, ik dacht een dikke 8, later bleek het een 5 te zijn. Maar met volle tuigage was er toch even alle hens aan dek. En ondertussen bleek er ook nog een soort plantsoen te zijn aangelegd. Wat we over het hoofd gezien hadden in de avondschemering. Nou, avondschemering, het was hartstikke donker om een uur of 6 kwamen we aan. Ja, 6 uur precies. Anyway, dit was de Wierschuur en als je nog even verder kijkt, dan zien we daar nog wat andere coasters anker opgaan. En in de verte, op de Schelling, de Oostpunt, de Koffiebonenplaat en natuurlijk, ik kan niet verder inzoomen, het kopje van Dex. Dit was Drifter 22 Dulce Bella. Op een westelijke koers richting Noordsvaarder en Spathoek. Op de westkant van Terschellingen. Waar we met laagwater proberen de oversteek naar Vlieland te maken. Drifter 22 Dulce Bella. Stop.